Kijk, plezier met de timeslap van mijn schoonmaak. Top. Hop, papa. Welkom op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, hè, mensen. Jawel. En veel kijkplezier bij deze timeslap van Keuze. I don't know where I am. I don't know where you take me. I don't know where you take me. I just follow your trail. And I'm losing your mind. And I'm losing your head. Let me escape from this unlove. Cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Binnen enkele ogenblikken gaat mijn alarm af voor te eten. Ik heb een lekkere macaroni met kaas en hersen klaargemaakt in de oven. Terwijl dat ik hier aan het schoonmaken ben. Ja, de keuken moet nog gedaan worden, de kleine halken moet nog gedaan worden. Dan kap ik ermee vandaag. Ah ja, en dit hier, die leefruimte, die moet ook nog gedaan worden. En dan eens even gaan kijken hoe lang nog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Dat is nu mijn heerlijke macaroni met kaas en hesp eruit halen. Wauw. Hiep. Zie dit. Oh, dat gaat heerlijk zijn. Yum. Hallo allemaal en welkom weer op een Q&A, een kleintje maar. Waarom? Ik wist dat daar sowieso ging gebeuren, daarom dat er ook geen nieuwe topic was op Discord van de Q&A vandaar. Daarom dat ik maar een kleine Q&A ga doen, want ik heb hier ook nog van alles opstaan. Zogelijk, ik moet nog... De woonkamer dweilen, ik moet nog de keuken dweilen, ik moet nog de gangske dweilen. Nu ben ik ook nog de Q&A nog op aan het nemen, mijn vlogstick nog maar pas in elkaar, dus die ben ik ook nog aan het renderen en hopelijk komt die ook nog tijdig online bij deze. Dus dan gaan we eens even kijken, dus reageer ook op mijn livestreams, onderaan de reacties van de livestreams. Die beantwoord ik dan ook nog eens achteraf. Dan weten jullie dat. Ik zet ook wat gameplay movies online. Daar zeg ik ook altijd de Q&A op. Dus al de vragen wat daar gesteld worden, ja, die worden dan ook beantwoord. Dus ik ga nu terug tot de vorige Q&A. Voilà. Dan neem ik ook nog de livestreams er ook nog eens erbij. Twee dagen geleden, zeven, voilà, meer niet, voilà. Dus dan hebben we misschien toch nog een paar vragen voor te beantwoorden. Dus even alles op pauze zetten. Amai man, oho, voilà. Oké, Valentijn Ritte, Psycho TV, dus daar zijn 0 reacties op gekomen. Vlog 1744, 8 reacties. Levator, als je die vlag niet snel weg is, dan laat ik Poetin en een bommetje vallen op uw appartementen. Dan doet je dat maar, Alivator, ik lach met jou komend. Dat je dat kunt. Kunt regelen. Oké.
Aan je vader, hoeveel kost het voor die computers te repareren of ga je weer schrooien dat, dat hij dat gratis doet? Nee, hij doet dat ook niet gratis, omhoog van, dat is een vriendendienst. Omhoog van, ik maak reclame op mijn website, ik maak reclame hier onderaan in de description. Ik maak reclame ook op LAN-parties, mond-op-mond reclame, noem maar op. En dan ja, doet hij daar wel eens dingen om terug te doen. Dan, dus als de regel over pedofilie niet bestond, zou jij kleine kinderen meesleuren naar uw kamer? Ook niet. Ook niet, ook niet, ook niet. Nee, 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 nee. Daar begin ik ook niet aan. En, voilà. Nee, ik ben geen pedofiel en ik zal ook nooit pedofiel worden. Punt uit. Timmy, en dan Bear Force 1. Dimmy, ik denk dat die hoogtewerker er is om jouw Hollybee-flasken weg te halen. De hoogtewerker is bij deze al heel lang weg en de vlag hangt er nog. Wauw, wauw, wauw. Dimmy, die tweede PC dat precies een oude medium PC van den Aldi, is dat zo? Ja, dat is ook zo. Moet er een trivia komen, ja of nee? Laat het hieronder in de reacties weten. En dan nog vlog reviewer, zodat ze hem niet pikken. Waarom doen ze dat? Ah, van dat. Dus ik ga het jullie eens laten zien, dit hier. Waarom doen ze dat? Om, hier staat, zodat ze hem niet pikken. Dus daarom dat ze die op, zo hoog zetten. En dan kunnen ze blijkbaar dus dan ook niet mee wegrijden. Voilà, ik heb weer al wat eens bij geleerd. Dan gaan we naar de volgende vlog. Vlog 1743, 6 reacties opgekomen. LimburgTube XXX. Oké, okay, voor jou ook terug een duimpje omhoog. Dan gewoon GWN. Nice, oké, okay, een hartje. Dan Urfa, mooie vlog. Dankjewel, ook een hartje. Vlog reviewer Dimi, ik vind het integraal te vroeg om terug te beginnen vloggen. Zeker het dagelijks aspect ervan. Dat je in het weekend eens vlogt als je iets tof gaat doen, is het helemaal oké. Okay. Maar het is niet omdat je vandaag goed voelt en je binnen een week dat ook bent. Je moet streven naar een langtijdige periode van goed voelen. Dat is ook weer waar. Dat is echt ook weer waar. Dus ik moet ook proberen continu te blijven vloggen, blijven vloggen, blijven vloggen. Ik heb deze weekend niet gevlogd, omhoog van dat ik zat ook met livestreams en al. En dat was ook heel weinig ook te doen qua content voor funcompos mee op te nemen. Dan, Marcel, The Legends is back. Dankjewel. Bear Force One, Dimi, parfummeken spuiten voor de vrouwkes. Jij bedoelt vrouwken. Enkel fout zeker, jij mogen enkele bejakken, hé. Hey. Geen andere vrouwken, stop morgen op vommeken. Kijk er naar uit en ik neem koffietaskens mee. Dat heb ik wel gezien. Dat heb ik wel gezien. Dan heb je nog de Eurotruck Simulator 2 weer al. Daar zijn van bijvoorbeeld van kunststofkorrels. Ik had zo'n dan benoemen. Dan Lucas, is echt saai om te kijken deze video's. Bearforce Dimi, dat is duidelijk. Snelheidslimiet van 80 en je rijdt 90. Staat in het rood. Hopelijk geen poetekes van de politiekes. Nee, ik ga je één ding zeggen. Ik rijd altijd met die snelheidslimieten of de overtredingen staan wel uit. Maar waar ik wel mee rekening houd zijn de verkeersregels qua gewone verkeersregels, niet de snelheidsverkeersregel, maar de andere verkeersregels weer op wel. Dan vlog 1742, 3 reacties opgekomen. En dan kunnen we mogen van Altamazobo of zoiets. BA, tof vlog en Anja Bleien een zwijke. Valasse. Dan multigaming stream. Dan, ja, dat was opgenomen
7 uur geleden live gestreamd, dat is dus nog recent. Dan e-mails, weer streamen wanneer iedereen is aan het werken, jij weer niet gaan werken. Ik heb sowieso zeggen, als ik een gaming evenement heb, dan neem ik altijd verlof een dag daarna. Punt uit. Om dan niet als een zombie op het werk aan te komen. Dan weet je dat. Dan heb ik nog een keer gestreamd en daar zijn geen reacties op gekomen. Nul reacties. Dus laat ook alstublieft iets achter, hè. Voilà, ik heb hier nog iets gevonden. Shuki van Dimi de Chat is weg. Test. En dan heb ik daarbij ikers. Likes. Oké. Dan. Even kijken. Hier ook weer al niks. En hier ook weer al niks. Oké. Bij deze zit dan de Q&A erop. En ik zou zeggen: veel kijkplezier nog naar de timelapse. Hoe ik nog verder ga keuzen hier op mijn appartement. Wacht hè. Lichten aan. Alsjeblieft. Goed, ik doe 7 lampen aan. Oei. 7 lampen maar. Ai, ai, ai. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Nu laat ik eens jullie eens ook eens zien van wat ik allemaal tegelijkertijd doe om toch nog een vlog te hebben. Dus eten, vloggen ook anders steken en muziek luisteren die freeware is. Die ook in mijn vlog erin is gestoken. Dus ik ga nu nog even verder zoeken naar goede muziek. Vlog in elkaar kan steken en die moet ook nog ASAP nog gerenderd worden. En nog hopen dat die nog vandaag nog online kan geraken. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Dus mensen, yo, yo, yo. Je ziet het, hè? Ik doe veel, dus Q&A in elkaar steken. Ik ga nu nog Twitter vlog in elkaar steken. Dat doe ik dus allemaal alleen. Dus ik ben dan toch wel een goede doorzettersvermogen, hè? Voilà. Ik ga jullie zeggen, geniet maar van de woonkamer dat nog moet gedweild worden. De keuken dat nog even moet opgedweild worden. En dan nog dat klein halletje wat je daar zo ziet. Yeah. Dus veel I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames won't burn. Yo mensen, ik heb nu ook nog gedweild. En kijk eens naar buiten toe. Het is bagger weer. En daar moet ik nog zelfs ook nog door. Om nog iemand naar huis te doen. Dat gaat wel lukken. Heen en terug. Lekker door de regen, joepiekajee, nat. Ik ga straks nog even met haar 1 of 2 spelletjes Rummikub spelen. En dan is het tijd om zo wat door te gaan om naar haar thuisje toe. Voilà, de macaroni met kaas en hesp heeft ook gesmaakt. Dan ook nog dit. Ik heb nog altijd een playlist van All of the 90s online staan. En die is al mooi omhoog aan het gaan met 33 likes. Dus ik zal zeggen, zoek die playlist op en like hem. En deel het ook met je vrienden en al. Zo gaan we ook omhoog met de likes. Ik word daar echt eens een... wel, ik zal zeggen, toch een mooi... ook 500 likes hebben staan. Tof 500. 500 likes. Dus deel het met je vrienden en familie. Nu ga ik nog een en ander nog wat terugzetten. Dan ga ik ook nog wat Enzo Knol of zo kijken. Als ik terug thuis ben van haar. En dan ga ik ook toch wel al richting Dromeland toe. Maar wat ik nu nog één ding nog ga doen, dat is mij scheren. Sowieso. En ook nog een kleine douche nemen. En dan nog wat een spelletje spelen met haar. Yo, 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 yo. Als ze wilt stoppen met filmen natuurlijk. Hè. Kan ik me gaan douchen, hè.
Hey, stop eens met filmen. Wauw, wilt je niet stoppen met filmen? Zeg, jullie zien het, hè. Dus als ik je wat doe, dan stop hem direct met filmen. Ha, 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 ha. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Ja. Dus, mensen... Na Freakomet, breng ik ook nog de laatste deelnemer nu ook naar huis toe. En dat is mijn schatje. Oei, ik heb wel mijn jas aan doen. Dat is een goeie, Timmy. Mijn jas. Ik pak jullie even mee. Neem je mee. Neem je mee, Parijs, neem je mee. Naar Rome of Parijs. Ah ja, wat ik ook nog subiet nog kan doen, dat is... als ik terugkom... dat ik toch wel wat muziek bij mij heb. Dus ik ga ook een boxje meenemen. Dat kan ik altijd doen. En weet je wat ik ook nog terug ga doen, is ook voor jullie... Ik ga hem hier nog eens terug eruit halen, want ik gebruik hem veel te weinig. Juist, ja. Veel te weinig, maar... Dan moet ik wel mijn schroef hebben, hè. Oké, dus dan ga ik mijn box nog halen. Dus ik pak je mee. Neem je mee. Neem je mee, Parijs. Neem je mee. Naar Rome of Parijs. Kijk eens hier, wacht hè. Kijk eens hier. Voilà, mijn mooie rode box die dan ook meegaat in mijn rugzak. En dan nog straks nog even aanzet. Voilà, in de rugzak steken. Ik heb ook mijn airhub mee. Moest ik onderweg eens dorst hebben. Voilà. Wat je dan ook nog mee gaat nemen is... Tada! Mijn powerbank. Mijn powerbank moet ook nog mee. Voilà. Rugzak toe. Rugzak toe. Check, check. Hopsa, dan ga ik ook nog subiet nog mijn studiolamp ook nog uitzetten. Dan bepaalde lichten toch nog wel met de hand moet ik dat nog, toch nog uitzetten. Kan jullie dat ook nog meenemen? Dus nu nog eens even kijken welke dat dan de mijne is. Voilà, ik heb hem al. Hier, deze. Die doe ik dan over mijn rugzak. Voilà. Dat is mij toch te goed zien. Want het is toch donker buiten. En ja, het regent. Dus ik heb ook twee kappen. Dat mijn hoofd dan ook niet nat wordt. Dan ga ik jullie nu ook nog monteren op mijn selfie stickje en dan gaan we eens vertrekken. Tot ziens allemaal. Yo. Zo mensen, je ziet het. Ik heb mijn GoPro bij. Je ziet het. Ik film meer van de omgeving en al. Dus daar ben ik ook wel blij om. Dus we gaan nu richting de bushalte. En ik zeg het u, het giet tot en met. Dus ik ga mijn kapje aandoen. Mijn kapje aandoen. Voilà, sa. En dan richting de bushalte wandelen. En dat laatste dat was mijn vriendinneke. Mijn vriendinneke! Voilà. Die jongen snel dat ik deze keer aan het wandelen. Ja, ik ga eens even nog eens kijken op mijn gsm, want ik heb dat ook toegestuurd via WhatsApp. Van om hoe laat ik exact de bus er is. Oh ja, dan moet ik wel mijn mobiele gegevens aan zitten, Dimi. Anders gaat het ook niet lukken. Voilà, ze.
heenweg om 19 uur 32 komt hier een bus aan bij Alken Stationstraat. En dan kom ik daar aan om 19 uur 53. Maar ik heb dan één geluk. Eén geluk, dat is dat daar ook een bushalte is die overdekt is. Dus dan ik heb daar pas een bus om 20 uur 09 en daar is al 1 minuut vertraging. Terwijl toen ik die screenshot heb getrokken. Dat gaat ook nog dus iets heel leuks worden om richting mijn thuis te gaan. Ik zie jullie allemaal straks terug. Zo mensen, we zijn nu aangekomen bij de bushalte. Wel regenachtig. Wow. Dus nu moeten we nog even wachten op de 4. Ja, de 4. Dan moet ik nog eens een keer wachten, 10 minuten. Dat zal ik niet doen, want dat is kletternat. Ja, te laat. Dat was tegen mijn vriendinneke. Dus moet ik daar nog eens 10 minuten wachten en dan kan ik terug naar huisje gaan. En dan zit mijn dagje erop en dan moet ik nog deze vlog nog helemaal renderen voor jullie. Dus ik heb redelijk veel gedaan voor jullie, gelivestreamd. Ik heb echt veel gedaan vandaag. Te veel. Nu ook nog met de bus nog weg. Dan zelfs nog eens met de bus terug. De Q&A in elkaar gestoken. Allee man. Dan deze is een legend en dan nog zelfs nog eens een vlog uploaden. Wow. Zie je iemand anders dat doen hier in België? Zie je dat echt iemand anders zou doen hier in België? Elke dag zo dan zo'n vlog online zien te krijgen, online zien te pushen en al dat ook altijd op tijd is. Ik denk het niet mensen, ik denk het niet. Maar nu ga ik jullie laten. Het regent heel vuil. Ik ga mijn GoPro ook wat sparen van nattigheid. Ik weet dat het waterdichte GoPro is, maar dan toch. Ik ga hem toch sparen uit de regen. Voilà. Tot straks mensen. Dus nu op de bus. Mijn vriendinneke dus nu haar thuis brengen en dan terug op de 4 richting terug richting Alken. Voor mij is het een uurrit. Maar ik heb dat er allemaal voor over voor mijn goede vriendinneke. Mijn allerliefste vriendinneke van de ganse wereld. Ik hou toch zoveel van haar en niemand komt daar in de wind tussen. Niemand niet. Oh, ik voel me zo goed de laatste tijd bij haar. En dat mag ook gezegd worden. Dat mag echt gezegd worden. En wij passeren eigenlijk altijd zo met de 4 een plaats waar ik nooit zo graag terecht kom. Een Lamborghini Herrick. En nu denken jullie, oei, waarom? Hier heeft mijn opa gewoond die gestorven is. Maar daar kan de 4 niks aan doen, want dat is een zeenroute. Dus ja, dan nemen we dan erbij. Dan nemen we dat er gewoon erbij. Maar zo blijf ik ook altijd aan mijn opa denken. Ka-ching. Dus opa, het gaat hier goed hierboven. Hè? Dus mag wel. Dat mag wel gezegd worden in een vlog. En wat oude tijden dat ik hier ook heb beleefd, want hier dichtbij is dan ook de kermis. En het grappigste daarvan weer al is, ik ging niet via de straat naar de kermis toe, maar dan via de achtertuin van mijn opa. En want die grenst dan aan die voetbalvelden van hier van Begijnenhof. En dat was dan zo leuk om dan zo naar de kermis te gaan. En dan ook het vuurwerk dan zo te bezien. Oh, zalig. Ja, maar wat ik wel jammer vind van de Begijnhof is, hier had je vroeger ook een vijver, een soort visvijver. Maar die is blijkbaar toegegooid en dat vind ik wel jammer. Dat vind ik wel eigenlijk een beetje jammer. Voilà. Meer heb ik niet te vertellen hier van in de buurt van Begijnhof en van mijn opa. Voilà, zo blijf ik aan hem denken. Dus opa, ik denk nog altijd goed aan u, hè. Weet je hoe ik die altijd vroeger noemde? Pompa Herrick. Omdat dat hij in zijn Lamborghini-Herrick woonde. Pompa Herrick. En wat ik dan ook telkens keer doe. Mama, papa,
ben door nu, ja. Toen was ik nog heel klein. Toen ging ik altijd te voet van mijn opa's in thuis naar mijn ouders in thuis aan toe. En ja. En ik heb dus het wandelen blijkbaar niet uit mijn lichaam gekregen. Dus daarbij ook altijd die wandelvlogs in de zomer. Sorry dat ik een wandelaar ben. Hè. Voilà. Ik krijg jullie niet naar, dus ik zie jullie allemaal trouwens in een volgende fragment. Yo. Ik ga nog een shout-out naar de buschauffeur dat ik hier toch wel de erhuppen mag drinken. Maar niet smodderen. En als je als ik iets anders zou dronken, moet ik het ook opruimen. Maar ik heb gezegd, het is een erhup, het is water. En al, dus hij vond dat tof. Later. Ja mensen, hallo, hier ben ik weer. Kijk eens waar wij ook langs passeren. Jawel, langs het grote gebouw van de IKEA. En ik had vroeger, heel vroeger, wilde plannen met de IKEA hier in Hasselt. Maar dat is allemaal per geluk niet doorgegaan. Misschien wel ooit in de toekomst. Wie weet? Ik weet niet wat de bussen hebben gedaan, maar bij mijn thuis stond hem dat hem 1 minuut vertraging heeft. En nu is hem 6 minuten eerder. Maar per geluk ben ik nog op tijd. Dus ik sta hier aan de bushalte te wachten. Dus de bus kan nu al elk moment al komen. Want ik zie dat hem op de Hasselt-Diesterpoort om 5 na moet zijn. Daar is hem dus 6 minuten eerder. En nu ben ik zo wat aan het kijken naar Ginder toe. En mijn eten komt zo wat op en dat is dus niet goed. Holy shit. Ik heb er wat maagpijn. Maar toch ga ik morgen werken. Ja. Maagpijn of niet, ik ga werken. Ja. Mijn verlengd weekend zit er ook bij deze op. Ik ga het hier ook de vlog ook beëindigen. Dus ik ben nu nog richting Alken aan het gaan. Daarna ga ik de vlog nog monteren. De andere vlog nog online gooien. En dan richting mijn bedje ingaan. Nog wat YouTube kijken. En dan slapen. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream die ik vaak ga doen. Misschien hè. Ik beloof nee, maar ik ga mijn best doen voor jullie allemaal. Een dikke shout-out naar jou toekijker, dat jij mijn vlog weer al helemaal heb uitgekeken. En ik word weer gestoord. Meestal is dat de weer-app rond deze tijd. Allee mensen, ik zie jullie de volgende keer terug. Yo. Want de bus kan elk moment aankomen.